We gaan water maken. Leuk dat je weer kijkt naar een nieuwe video. Vandaag gaan we echt water maken in je kerstdorp. We gaan vandaag een heel groot stuk water maken. We gaan helemaal bovenin starten. En gaan we al slingerend een rivier met een waterval die uitkomt in een meertje, een vijver. Maar ik ga je ook een paar tips geven en een paar manieren laten zien om het op kleinere schaal aan te pakken. Zodat je ook thuis misschien kan experimenteren met echt stromend water. Nou, één manier, een hele makkelijke manier en veilige manier kan zijn een waterornament. Dus die koop je gewoon bijvoorbeeld in het tuincentrum. En die kan je zo compleet in je dorp neerzetten. En vervolgens natuurlijk een beetje afwerken dat die iets beter in het geheel opgaat. Aan de achterkant zit je pompje, daar gaat het water in. En die circuleert. En die is natuurlijk helemaal waterdicht. Wat ook kan is een teltje of een emmer gebruiken. Of een bloempot zoals deze van wispelbloempotten.nl. Daar kan je deze bestellen. En die heb je natuurlijk in alle soorten en maten. Het voordeel hiervan is dat je basis ook weer waterdicht is. Dus een teltje, een emmer. Zorgen dat die gewoon in orde is. Dan heb je geen lekkage. En dan kan je er altijd nog voor kiezen om het wel stromend te maken. Of te zeggen, nou, ik heb gewoon stilstaand water. Of ik doe daar een kleine mistmaker in. En daar laat ik het bij. En je kan natuurlijk je dorpje omheen bouwen. Dus misschien heb je bijvoorbeeld, leg je een pallet op de tafel. Nou, die is dan ook zo hoog. En dan ga je daar omheen. En ligt je water dus altijd dieper. Want dat is natuurlijk wel het mooist, dat het er niet bovenuit steekt. Nou, het dorp waar we nu voor staan lijkt misschien redelijk af. Maar eigenlijk komt het juist uit de container. Is het een dorp wat bewaard is gebleven. Na het televisieprogramma waar ik aan mee heb gedaan. En het moet eventjes opgeknapt worden. Dus het is meerdere keren is het verplaatst. En inmiddels is het niet helemaal waterdicht meer. Dat komt ook omdat het dorp in 24 uur gebouwd is. Iets wat ik je niet zou aanraden wanneer je je eigen dorp maakt met stromend water. Neem dan iets meer de tijd en test dan ook tussendoor. Hè? Want omdat wij 24 uur gingen bouwen en bijvoorbeeld die steentjes een paar uur moesten drogen, was er nauwelijks tijd om nog te testen en te corrigeren. Nou, dit is voor het eerst dat we eigenlijk iets bewaren om het volgende jaar weer neer te zetten op deze manier. En ja, dat doen we eigenlijk omdat we het gewoon heel leuk vinden om toch het winnende dorp nog te laten zien in onze winkel. Dus kom naar tuincentrum Aralia als je dit dorp in het echt wilt zien. Maar wat wij nu eerst gaan doen is slopen. Zoals altijd heb ik alles vastgezet met krammetjes en die moeten nu dus allemaal los. Dus het hele zeil willen we eigenlijk lostrekken. En de stenen die er dan op liggen moeten ook aan de kant. Nou, zoals je ziet is het er niet echt van opgeknapt. Maar de bovenkant, dus de rivier en de waterval, die zijn helemaal weg. De onderkant die laat ik liggen en daar ga ik gewoon overheen. Die onderste laag kunnen niet in de weg. Dus daar hebben we dan de vijverpomp liggen. Je ziet bovenin, misschien heb je dat ook wel gezien in het televisieprogramma, daar had ik eigenlijk een rivier met siliconenkit. Het voorste stuk is nog blauw geverfd. En dat komt omdat er eigenlijk een rivier was van siliconenkit. En later hebben we eigenlijk besloten om met stromend water te gaan werken. Dus we hebben eigenlijk de rivier weer weggesneden die er al was. En stromend water doorheen laten gaan. Ook dat raad ik je niet aan. Als je dus voor stromend water kiest, dan kan je namelijk daar veel beter over nadenken in je ontwerp. Wat je dan bijvoorbeeld zou kunnen doen in die rivier bovenaan, is de bochten iets hoger. Want daar heb je natuurlijk de grootste kans dat het water er overheen vliegt. En de enige manier hoe ik dat heb kunnen herstellen, is door de rivier zelf dieper uit te snijden. We gaan nu eerst kijken of dat de pomp het nog goed doet. Dus we hebben hier de twee emmers met water. De pomp zit in de een en die gaat nu naar de andere toe pompen. En we gaan langzaamaan omhoog en dan zien we dat de kracht afneemt. Het stuk wat we hebben gesloopt is natuurlijk echt niet mooi. Gelukkig is de rest van het dorp wel goed bewaard gebleven. Dan gaan we nu het dorp opmeten om te bepalen hoe groot ons zeil moet zijn. Dit komt niet super nauw, want we willen gewoon ruim zitten in ons zeil. En uiteindelijk ga ik het gaandeweg op maat maken. Dus we meten de lengte en de breedte. Wanneer je met water gaat werken en dus vijverfolie aanbrengt, wil je graag zo min mogelijk verschillende delen gebruiken. Het fijnste is als het allemaal uit één deel bestaat. Vanwege de pomp die ik aan ga brengen, moet ik wel met twee delen gaan werken. Maar ik probeer niet meer delen dan twee te nemen en ook te zorgen dat ze goed over elkaar heen vallen.
We sluiten de pomp aan en ook de mistmakers, dus die zijn allemaal gereed. Zoals je ziet nemen we het heel ruim, dus het zeil gaat ver over de zijkant heen, maar we kunnen er gewoon stenen op leggen, bijvoorbeeld hier aan de zijkant. Nu vullen we de bak met water, want de pomp die gaat het water omhoog pompen en het gaat dus circuleren. Dus we willen eerst onderin genoeg water en die vullen we vrij vol, zodat er ook genoeg water overblijft om in de waterval gebruikt te worden. En dan gaan we testen. Dus we gaan kijken hoe het water loopt. Dan gaan we naar de afwerking. Dus we gaan de zijkanten zo ver mogelijk weg proberen te werken. Met mos moet je oppassen, want het mos die houdt vocht vast. Hè? Dus het water wordt opgenomen door het mos. Dus als een stukje van het mos in het water hangt, kan daarmee de rest ook helemaal nat worden. Dus daar moet je goed op letten dat het niet in het water hangt. Hier aan de oever zetten we een huisje neer, dat sluiten we aan. Nu laat ik het water lopen om te kijken hoe het zich verplaatst. En de zijkanten kunnen we nog verder afwerken. Ook het bruggetje komt terug. Dus we maken weer een paadje. We schieten aardig op. Inmiddels hebben we een stromende rivier. Je kan je voorstellen dat dit niet echt ideaal is om al een dorp te hebben en dan het water te gaan maken. Dus wanneer je dit thuis doet, begin natuurlijk altijd met het water. Dat heb ik destijds ook gedaan met dit dorp. En begin eigenlijk zoals we dat hier aan de onderkant hebben gedaan. Waarin je dus gewoon het folie redelijk over laat lopen. En ruim genoeg maakt zodat je zeker geen waterschade krijgt. Wat ik heel graag wilde bij deze waterval is dat het, zoals bij een echte grote waterval, dat er een flink verval is en dat het allemaal rotsen zijn waar het water overheen stroomt. Dus we hebben hier allemaal kleine keitjes, die gaan we vastlijmen en dat kost heel veel tijd, dus dat spoelen we even een beetje door. En dan is het nu tijd om te gaan kijken naar het eindresultaat. Heel erg bedankt voor het kijken. Vandaag hebben we water gemaakt met elkaar. En je ziet in ons dorp, water is een mooie basis. Maar je hebt ook al die andere producten nodig. Die kan je hier bestellen met 20% korting op onze webshop wispelvillage.nl. Vond je dit nu een leuke video? Geef dan even een duimpje omhoog. En vergeet niet te abonneren op ons YouTube kanaal. Tot de volgende keer!